Dit programma wordt gesponsord door... Het komt niet zo vaak voor dat ik oog in oog kom te staan met een mode-icoon. Wel, vandaag is D-Day. Want niet in Parijs of Milaan, maar hier in Hartje Hasselt ontmoet ik Sir Paul Smith, die zijn expo Hello, My Name is Paul Smith opent in het Modemuseum. Zometeen heb ik een babbel met de grote ontwerpen, maar ondertussen ga ik knoopjes stellen. 1, 2, 3, 4... 45.000 buttons. So if you want to count them later, just in case I made a mistake. Well, hello, my name is Annemie Ramakers. Hello, my name is Paul Smith. Yes, yeah. And I have to say congratulations about the exhibition. Thanks. I'm really pleased to be here because I come from Nottingham in the middle of England, and so I've got an affection for not the capital cities, but for the provincial towns. You came from London with the expo. You could go to Paris, but in Europe, we will be the only one. I know, and how Hasselt. Exciting is that? Oh, we are that excited. Of course. Do you know anything about Hasselt already? I know about the music festival that you have. Okay. Which is always has a really great lineup, and I've always wanted to try to come, but never had the opportunity because of my schedule is always so busy. So what I think we should do is keep moving, and then you can just, you know, spend the entire day here. Zo'n grote naam. Zo'n grote naam. We hebben er heel lang naar uitgekeken. Ja? Eindelijk is het dan zover. Ja. Hoe lang heb je ervoor moeten strijden om Paul Smith naar hier te krijgen? Oh, ik ben eind 2013 in Londen geweest. Dan gaan kijken naar de tentoonstelling. Ik hoorde dat ze kwam. En als fan ga je dan natuurlijk van vanaf wanneer. Dus in de eerste week zelf ben ik al gaan kijken. Ja? En ik had meteen zoiets van, dit moeten we naar Hasselt kunnen halen. Waarom? Wat was er zo bijzonder aan? Ja, omdat het is totaal niet van wat je er eigenlijk van verwacht, zoals de man zelf is eigenlijk. Ja? In de zin dat je verwacht een tentoonstelling mode, wat super interessant zou zijn, uiteraard, dat is Modemuseum. Maar het is eigenlijk een expo die een verhaal vertelt, echt letterlijk de man achter het label. Ja. En die echt een ode aan de creativiteit is. I've had this unknown fan that for almost 30 years has been sending me things like a football or a skateboard or a chair or a bicycle, but they're never in a box. They all come with, the football came with my address on it and the stamps on the football. No, near. So they've been coming for 30 years and it's a completely unknown person. You were 15 years when you left school. Yeah. Was it something like, I would like to be a rebel? I think I wanted to be I wanted to be a professional racing cyclist. Yes. And my dad said to me, that's not a serious job. Okay. Yeah, which it actually at the time was probably very true. Now, of course, there's some people that can do very well as a profession from cycling. Yeah, but then, so I left school, but continued my cycling, but then I became a shop assistant. Then eventually started a tiny little shop, 3 meters square, with a very small amount of savings, along with my girlfriend, now my wife, and... Pauline. Yeah, she's great. Yeah, without Pauline, no Sir Paul Smith. Nope. This area is a little homage to Pauline, my wife, and she trained at the Royal Colleges of Art as a fashion designer. We fell in love, she came to live with me, and then in the evenings around the table she would teach me how to cut a pattern, how to make clothes. So the first clothes, Paul Smith clothes, were actually designed by Pauline, not me. Ik laat me vertellen dat het een aimable man is. Het is een super aimable aangename man. Mens. Ja, ongelooflijk. Ja? Ongelooflijk. Hij is super respectvol ten opzichte van iedereen. Hij is heel benaderbaar. Hij maakt ook geen onderscheid.
Als je nu van het kleinste boekje of krantje bent tot en met Vogue Italia of eender wat, iedereen is voor hem gelijk. Ja. Hij laat zich ook regelmatig fotograferen, heeft ook heel veel fans, is heel bereikbaar, is super toegankelijk. Ja. Ja, zalige man. Was hij ooit eerder in Hasselt geweest? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Vandaag eerste voet aan Vandaag wal de eerste gezet. Voet, ja, ja. En hij voelde zich, hij was heel vereerd, want hij zei, ik kwam de stad in en overal zie ik banners en dingen verschijnen. En hij zei, amai, wat een eer, ik vind het fantastisch gewoon weer. Ja. Prinses Keukens Zutendaal, reeds meer dan 30 jaar ontwerper van kwaliteitskeukens. Trendsetter in zwevende keukens met uittrekladen, ook als ergonomische vaatwasser te gebruiken. Keukens om trots op te zijn, mooi en duurzaam. Altijd met aandacht voor uw goed gevoel. Keukens waarin je graag vertoeft en kokerelt met familie of vrienden. Ovendeuren die veilig wegschuiven, damkappen verwerkt in een kookplaat, werkblad of plafond en talloze andere vernieuwende technische snufjes. Prinses Keukens heeft jaren voorsprong door het doorgedreven aanwenden van innovatieve technieken. Ook innovatief in het gebruik van kras- en hittebestendige werkbladen voor zorgeloos kookplezier. Prinses Keukens is ook leverancier van totaalconcepten, van vloer tot plafond, ontworpen door een gedreven team van binnenhuisarchitecten. Prinses Keukens. Ja, wij inspireren u elke dag. Vuur. Al sinds mensenheugenis de bron voor warmte en gezelligheid. Breng daarom het vuur in huis met een gashaard of houthaard van Kissen. Creëer een leefruimte waar de kinderen onder een warme gloed naar hartelust kunnen spelen. Met een simpele druk op de knop pas je de temperatuur aan. Zo schep je voor ieder intiem moment de juiste sfeer. Een heerlijk wijntje op een koude winteravond. Koester kostbare momenten aan een knetterend haardvuur. Kissen in Hamond brengt als geen ander warmte en gezelligheid in je woonkamer. In de ruime toonzaal ontdek je alle mogelijkheden van gashaarden en houthaarden. Na een vakkundige uitleg in de showroom komen je wensen tot leven in 3D. Van levering tot plaatsing. Kissen verzorgt het totale project. Kijk op kissen.be voor onze batibouwactie. Welkom bij Schoenenreiskens. Hier kan je terecht voor damesschoenen, herenschoenen, kinderschoenen, handtassen en kleine lederwaren. Maar Schoenenreiskens is ook de referentie voor schoenen voor moeilijke voeten, losse steunzolen, verschillende breedtematen, schoenen met een voetvorm en de betere kinderschoen. Een professioneel team staat klaar om voor iedere klant het beste paar schoenen te vinden. Kom snel langs of check de website op www.schoenenreiskens.be. Jojo Systems is gegroeid tot een totaal integrator op gebied van security. Zowel afsluiting, automatisatie van poorten, slagbomen, gecontroleerde toegang via toegangscontrole. Dus echt een totaal concept. Daar zijn we sterk in. Onze tijdregistratieoplossing is een zeer moderne oplossing waarbij we volledig web-based werken. En de data wordt opgeslagen in de cloud met gevolg dat de toepassing ook van overal heel gemakkelijk bereikbaar is. Naast de nieuwste technologieën garandeert Jojo Systems een perfecte service. Professionele aanpak, professionele uitleg. En ik denk ook de vriendelijkheid. Als je naar hier belt, je wordt onmiddellijk geholpen. Als ze zeggen wij komen die dag om dat uur, dan zijn ze die dag om dat uur zijn ze daar. En de prijs die afgesproken is, dat is ook de prijs die aangerekend wordt. Jojo Systems in Opglabbeek. Jojo.be. Oh.
This room is called Inside Paul's Head. And actually, if you just stand and listen, then it talks about looking at flowers, looking at graffiti, and seeing whether you can get inspiration from things that you see and photograph, and then turn those into reality. So you'll see, this was a graffiti of a heart on a wall, and then it became a heart handkerchief that was very successful. Wat is jouw favoriete plaatje hier tijdens de expo? Er zijn vele leuke hoekjes en kantjes, hè? Er zijn er heel veel, ja. Inside Paul's Head vind ik heel mooi, omdat je daar echt hem hoort vertellen van hoe hij denkt en hoe hij creëert, waar hij op let en hoe dingen ontstaan. Dat is met die felle kleuren, dat je zo een bloem ziet en plots wordt dat een print van een jurk. Ja, inderdaad. Al die schermen, al die fantastische schermen die dan constant bewegen. Ja. Vind ik een heel mooi beeld. En dan eigenlijk ook de design studio. So when you look at this side here, from here to here, this is to do with the design of fabric. So printed textiles, colors. And this side is to do with the actual design of the clothes. And it was love at first sight when you met the fashion world? Well, the... I kept thinking, well, not first sight, but about the fourth visit to the fourth. Pub. The fourth visit to the pub. Oh, in the pub, yeah. And then, like, and then suddenly realizing that, you know, I wonder whether you can earn a living from a creative thing. You know, I was only 18, so it was, and, you know, 18 today is very sophisticated. Yeah. 18 then was not so sophisticated. No. And so it was a world. And then, of course, I was being introduced to the world of music as well. Yeah. And suddenly, so then at the age of 18, I was in London a lot, and suddenly meeting people like Jimmy Page from Led Zeppelin when he was only 19 or something. And then I started making clothes for the bands, and I'd learned how to design t-shirts and make a silk screen for t-shirts. So I used to have a few and have them in my pocket, and then talking to the musician, and then if they said, what do you do, I'd be able to say, I'm a designer, would you like to buy a t-shirt? And they did, and then I had enough petrol to get back back home. Yeah, so no, I that's really how it started, by just being a friendly guy, I suppose. Great. and then it progressed from there. I am very sorry, I'm now going to play with my train set. Somewhere you'll see a photograph of me on a flying carpet. My dad was an amateur photographer, as I said, but he was also, he loved trick photography. So one day I came home from school and there was the white sheet from the bed on the washing line, and then four boxes and a rug. And the rug had been put wire on the edge, so it went up and down. And he just said to me, oh, son, before you do your homework, sit on there and pretend you're flying. So I had to sort of sit there like this. And my dad took the picture, and then he put it on another picture from a Brighton Pavilion in the south of England that looks very oriental. And so it was me on a flying carpet. So when I designed the skateboard for Burton, the skateboard makers from America, I did a carpet because I imagined me flying down the mountain on a carpet. So that's where that idea came from. So this is a book for photography from 1900. So I like the colors, the intensity of the color from this very basic photography. Then from that I chose the colors, which then became the colors of a knitwear collection. So again, as I've said already three times, is you can tell, finding an inspiration from anything. May I look inside? Because this is you're the pioneer of, you know, of colors. Color inside of the jackets. And you can stroke it if you want. 100% cashmere. That's also quality. Yeah. And that's something you can't find when you buy it on the internet. No. What about the online shops today? I was so shocked over the Christmas period, you know, the day before Christmas and then the 25th and 26th. Our internet sales were like a rocket. It's weird. It's very strange how it's all changed. Yeah. I mean, I appreciate the internet, and we do enormous business on the internet. It's really popular. But, you know, I love shops because of this. I mean, you can't see it, but it's 100% cashmere. And that's very hard to show on an internet site. Yeah. Because you have to use a word like luxury or something. But it's an overused word, isn't it, really, in a way? You know, it gets used on soap. On soap. Or toilet paper.
dan 50 jaar kan je bij Oben in Zonhoven terecht voor kwaliteitsvolle ramen, deuren en veranda's. Je huis is een investering voor het leven. Je kiest dan ook best voor ramen en deuren in aluminium. Een ultralicht maar oersterk materiaal. Het is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en het bestaat in alle kleuren en vormen die je maar kunt bedenken. Met Oben kies je voor zorgeloos wooncomfort. We helpen je graag jouw droom te realiseren. Veiligheid is meer dan alleen bescherming tegen inbraak. Daarom denkt Oben samen met jou na over het creëren van een veilige woning. Onze deuren zijn standaard uitgerust met een 7-puntsluiting. Verder monteren we steeds een veiligheidscilinder met een gelijklopende sleutel voor alle deuren, zodat je altijd de juiste sleutel bij de hand hebt. Kies je voor zorgeloos wooncomfort? Kom dan op verkenning in onze nieuwe toonzaal in Zonhoven. De koffie staat klaar. Een echte Oben? Dat is pure kunst. Groep Bruinings is in Limburg de referentie voor de verkoop van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Nissan, Kia, Opel, Peugeot en Citroën. De afdeling Selected Used Cars is ondertussen ook uitgegroeid tot een gevestigde waarde als aanbieder van tweedehands voertuigen. Steeds meer kopers geven immers de voorkeur om een goed uitgeruste, prijsgunstige en kwalitatieve merkocasie met stevige garanties. Het permanente aanbod van meer dan 150 auto's in perfecte staat krijgt dan ook het kwaliteitsgarantielabel van Bruinings Selected Used Cars. De eigen pechverleningsdienst, financieringsadvies, verzekering op maat en periodiek onderhoud voor volledige totale dienstenpakket. Wil je je auto verkopen? Dan biedt Bruinings Selected Used Cars via een uniek intern veilingssysteem steeds de beste overnameprijs. Ga je voor een prijsgunstige, maar vooral betrouwbare merkocasie? Dan word je verwacht aan de Hellebeemde in Hasselt. Of bezoek de showroom op groepbruinings.be. Fashion, over het Waterstraat 2 in Overpelt. Ook open op zondag. Emoa in Hasselt bestaat al 20 jaar. Emoa is een zaak met een geheel eigen identiteit. Niet de kledij die men op iedere hoek van de straat vindt, maar met aparte, betaalbare stukken. Bij Emoa is iedereen welkom. U hebt er keuze uit een aantal bijzonder creatieve merken die aangeprezen worden met de nodige vakkennis en een onberispelijke service. Collecties zijn origineel zonder in extreme te vallen en zijn ideaal voor dames die zich met hun kleding smaakvol willen onderscheiden. Kom gerust eens langs. U kunt rekenen op een hartelijke ontvangst en een persoonlijk kledingadvies. Wie rustig zelf eens wil rondkijken, heeft daartoe uiteraard alle gelegenheid. Een overzicht van alle merken vindt u verder op de website emoi.be. So Paul, why are we standing here? This is your... My Aladdin's cave. It seems like chaos, but it's your way of working, I think it's thinking. No. It's inside my brain. Everything is inside your brain? This room was my room in Covent Garden, London, above my shop, from 1982 to the year 2000. And when I left in 2000 to go to a new studio, I just looked and I thought, I can't move anything. So I just locked the door. Yeah. And it's only when the exhibition came last year in London that we opened the door. So it was all full of, just being left like a time capsule. I'm very blessed with getting lovely presents from Apple. And I don't use a computer. I was invited to Apple headquarters near San Francisco to do a lecture to his design team. He's only got 12 actual designers that work with him, Jonathan Ive. And I went to do a lecture about lateral thinking and about where inspiration comes from. So I arrived at Apple through all the security gates, went into a white
entrance hall, and the lady said, "Who are you?" And I said, "My name's Paul Smith. I've come to do a lecture." And she said, "Would you sign in, please?" And gestured at a, I now know it's called a keyboard. I didn't know even what it was called. And it was transparent. She said, "Sign in." I was looking for a pencil and paper. And so I said, "I'm really sorry, but I've never used a computer." And she said, "Sir, you're at Apple." So that surprised her slightly. And then she said, "Okay, I'll sign in for you." So she said, "What is your name?" I said, "Paul Smith." So she said, "Paul Smith." And then she said, "What company are you from?" And I said, "Paul Smith." And then she did something. And she took the sticker, that you have to wear a sticker, and it said, "Paul Smith, self." That was my Apple story. You're not like Galliano or no. Karl Lagerfeld. "Here I am, whoa." You know, you're, if I may say, you're a very noble, down-to-earth That's designer. What I love, being a normal guy. It's great. Yeah, but you are. And maybe that's the key to success. Well, I think in my case, definitely, because I think there's a lovely honesty about what I do. And I've been working in Japan, for instance, since 1982, and I've got 265 shops in Japan. My God. And it progresses a little bit every year, and there's a big, big fan base, but we're all just get on with it, you know. Now we're in 73 countries around the world. You're expanding. Still self-finance. Still really? No, yeah, still you no never borrowing. You never borrowed never. any pens, any nothing, cent, nothing at all? Nothing. So no. How did you pay everything? How did just it work? Just by doing it Daddy? Very, no daddy. Nope. No, mum and dad, very middle class, regular. My brother worked for the post office. My sister was a secretary. Pauline was just a young fashion designer. So we just did it slowly and gently. So it's just been a very old-fashioned way of building a business. And, you know, now it's all about getting finance and marketing, and I have no problem with that. It's just not the way I did it. No, but maybe that's the key to the success. When you have to describe yourself in three words, when you say, "This is me." A jolly nice who is man. Sir, a jolly nice man. That's very English, isn't it? Jolly nice man. Still 20. Yeah, absolutely. Look. Well, thank you for your time. And welcome. The talk. Deze opa gemeen met deze knappe jonge heer. Of met deze zakenman. Inderdaad, allemaal piekfijn gekleed. Ze komen van bij Herenmode Milano in Bilze. Milano kleedt de volwassen twintiger tot de jonge tachtiger. Van extra small tot 6XL. De jas eens even aandoen. Alsjeblieft. Even de mouwtjes ontspelden. Ik denk dat dat iets te lang is. Dat is heel stoer daaronder. Maar dat kun je ook afdragen. Voor ons is het heel belangrijk dat de kleren goed passen. De jas met picobello zitten, de broek moet de juiste broek zijn, dat de klant eigenlijk tiptop in orde is en dat hij naar huis gaat met een goed gevoel en dan zal hij zeker graag bij Milano terugkeren. Natuurlijk kan u ook rekenen op een uitstekende retoucheservice. Een pochetje even voor de afwerking. Perfect jong. En tot de volgende keer. Merci. Dankjewel. Herenmode Milano. Op de markt in Bilze. Ontdek bij Wara 10.000 vierkante meter aan winkelplezier. Bij ons vind je alles wat je nodig hebt op gebied van woonbenodigdheden. Van een ruim assortiment aan elektronica, IT en telecomapparatuur tot badkamers, keukens en decoratie. Breng zeker een bezoek aan de 1000 vierkante meter grote kookshop waar we huishoudtoestellen, keukenapparatuur en accessoires van alle grote merken tentoonstellen. Bovendien kan je bij Wara ook terecht voor doe-het-zelf benodigdheden. Kom langs en doe wat inspiratie op in onze nieuwe showroom. Het Wara-personeel helpt je graag om de juiste keuze te maken uit ons ruim assortiment. Voel je thuis bij Wara. De meest volledige shoppingbelevenis in zaken wonen. Meer info op www.wara.be.
Even stilstaan bij Dinito Autogroep. Een groep in beweging. Dinito Autogroep. 3 garages, 6 merken. Dinito Autogroep Genk en Dinito Autogroep Dilze verdelen samen 6 merken. Mitsubishi, Nissan, Fuso, Hyundai, Mazda en Kia. Compacte stadswagens, stoere 4x4's, pick-ups voor het zwaardere werk, sportieve brakes, ruime familiewagens. Maar ook een brede waaier aan bedrijfsvoertuigen in onze gespecialiseerde fleetafdeling. Alle modellen zijn direct leverbaar uit stok. U hoeft dus geen weken te wachten. Bovendien garandeert Dinito Autogroep de laagste prijs en de hoogste garantie in de automobielsector. Zwart op wit. Uw nieuwe auto wacht op u in de afleveringsruimte, waar we u feestelijk uitzwaaien. Dinito Autogroep, waar klant koning is. Sinds onze oprichting in 1974 staan bij Dinito Autogroep 2 dingen centraal. Onze auto's en u. Onderhoud of herstellingen. Uw auto krijgt de beste zorgen. Onze werkplaatsen zijn hypermodern. We beschikken over een gloednieuwe wasplaats en schadeafdeling. Ons schadeherstel is trouwens erkend door alle verzekeringsmaatschappijen. Gehaast! Met de Rapid Service rijdt u zonder afspraak binnen. U wordt meteen geholpen en uw wagen krijgt er een gratis check-up bovenop. Voor fleetklanten is er ook een quick service voorzien. Moet u toch even wachten? Dan vlijt u zich rustig neer in onze lounge-ruimte of op het terras met een kop koffie, een drankje, krantje en gratis internetverbinding. En er is meer. Onze service breidt zich altijd verder uit. Een ophaal- en terugbrengservice, vervangfietsen en zelfs een bandenhotel waar we netjes uw zomerbanden of winterbanden stockeren. Dinito Autogroep. Oog voor de toekomst. Dinito Autogroep is ook klaar voor de toekomst. Met ruime, sfeervolle en vernieuwende toonzalen. Met milieuvriendelijke gebouwen die een minimale ecologische voetafdruk achterlaten. En met elektrische laadpaaltjes waar eigen klanten gratis mogen bijtanken. Kortom, Dinito Autogroep is en blijft een groep in beweging. Liefde is samen je droomwagen testrijden bij Dinito. Geniet nu nog van de extra verlengde saloncondities. Bij Dinito Autogroep krijg je gegarandeerd de hoogste overnameprijs en de beste stokvoorwaarden. Welkom bij Bibolino. Op zoek naar nieuwe schoenen voor je kleine spruit? Dan ben je bij Bibolino, Shoes for Kids & Co. aan het juiste adres. Bibolino biedt een ruim assortiment kwaliteitsvolle kinderschoenen. Ons team staat klaar om de juiste maat te nemen en het perfecte paar schoentjes te vinden. Een prinsessenschoentje? Of toch liever stoere sneakers? Wij vinden wat jouw kleintje gelukkig maakt. En ook de mama's maken we graag blij. Kom gerust eens langs. Neem een kijkje op www.bibo-lino.be en volg ons ook op Facebook. Dit programma wordt gesponsord door